ik ga voor jullie een lesje maken. Het is heel belangrijk om spieropbouw een beetje te stimuleren. Want we bouwen continu spieren op, maar we breken ook continu spieren af. En dat kan je ook zien als je je arm hebt gebroken. Dan na een tijdje dan kan je ineens je vinger tussen het gips en je arm doen. En dat is omdat je spieren afgenomen zijn. Dus dat is nou eenmaal, dat is nou eenmaal zo. Dus wat we gaan doen is, we gaan eigenlijk alle spiergroepen even aantikken. En dat is gewoon echt belangrijk om dat bij te houden. Het mooiste is als je dat ondersteunt met voeding. Want voeding, eiwitrijk voeding, kan ervoor zorgen dat je spieropbouw ook gestimuleerd wordt, om het zo maar te zeggen. Dus neem lekker een kwarkje na de oefening of ervoor, wat je lekker vindt. Lekker maken vlees, lekker visje of wat kip. En lekker noten, zaden, olijfolietje. Als je dat een beetje onderhoudt op die manier, nou, dan kan het niet meer mislukken, toch? Ik denk dat ik met jullie ga beginnen, dus als jullie er klaar voor zijn. Dan kom je staan. We hebben staande oefeningen. En we gaan ook naar de grond, dus ik heb mijn matje ook klaargezet. Het kan zijn dat je wat gewichten erbij wilt gebruiken. We doen het niet veel, maar in het begin misschien een stukje gewichten erbij. Als je die erbij wilt gebruiken, leg ze even op een tafel, dat je niet de hele tijd hoeft te bukken. Dat scheelt al, toch? Nou, het wordt een beknopt lesje. Misschien iets wat je dan elke dag kunt doen, of in ieder geval twee keer per week. We gaan ervoor gewoon, toch? Nou, zullen we gaan beginnen? Nou, marcheer. We gaan marcheren op de plek. Laat je arm een beetje langs je lichaam gaan. Niet rustig, maar al een beetje actief. En dan wandel je naar voor en achter. Naar voor en achter. Dit noemen we de easy walk. En volgens mij begin ik nu met mijn linkerbeen naar voor. Toch is het jullie ook linkerbeen? Maar als je naar voor stapt, kom je ietsje omlaag. En stap je dan weer naar achter, dan maak je je gewoon weer lang. Laag en op. Laag en op. Dus dan maak je wel een klein beetje die beenspieren warm. Hè? Het is net alsof je je onderbenen alleen naar voren zet. En je heupen wat achter je laat. Heel mooi. We komen in de laatste acht. Misschien kunnen die net iets dieper. Laat je heup en je billen naar achter. En zet je hakken goed in de grond als je je voeten naar voren zet. Nou, de laatste keer, we maken een squat en een side raise. Nou, hier mag je je gewichten bij gebruiken. En dan mag je een side raise met de armen maken. Wil je je gewichten niet pakken, dan maak je gewoon vuisten. Nou, je mag gewoon in een squat blijven staan. Je mag hem ook in- en uitstappen. Wat belangrijk is, is dat je die heup naar achter brengt. Dus of je op een stoel gaat zitten. En je borst wat hoog houdt. Yes. Heel mooi. Bovenbeenspieren. Nou, dit doen we triple tempo. Dus blijf drie keer laag. Twee. Eén en stap weer terug. Voor drie. Twee. Eén, stap terug. Nou, we doen nog vier triples. Drie, twee, één. In die side raise gaan je ellebogen een beetje tot schouderlevel. Niet erboven, is niet nodig. Laatste keer. March. We gaan aan de andere kant. Nou, je mag de gewichten eventjes op de tafel leggen of je houdt ze vast nog allebei, oké? Hartslag gaat misschien wel iets omhoog. Dan gaan we naar die easy walk. Dus nu stap je je rechterbeen naar voren en naar achter. Tenminste, deze kant. Denk er weer aan dat je je heup en je billen zoveel mogelijk naar achter laat. En de onderbeen naar voren zet. Je borst is op. Probeer je schouders gewoon laag naar je rug te brengen. Yes. Nog acht. Zeven. Een beetje running arms.
losjes langs je lichaam. Laatste keer doen we een squat naar rechts. Nou, je voeten staan iets breder dan je heup. Tenen licht naar buiten. Je heup gaat weer naar achter. Armen mogen die side raise. Yes. Down en up. Knijp in die billen. En kijk hoe diep je toch kunt komen. En je mag altijd uit en instappen als je wilt. Als je maar goed in allebei de benen uitkomt. Dus niet dat je in één been meer leunt. Maar goed in allebei. We doen een triple squat. 3, 2, 1 en terug. 3, 2, 1. Het gaat wat zwaarder worden voor die benen. Heb je gewichten misschien ook iets voor de armen? Wordt het te zwaar voor je armen? Zet dan je handen gewoon in je zij. Of in je heup. Nog maar 4. Nog 4. Yes. Laatste 2. Nou, stap in en tap naar voor. Nog even tot de gewichten even opzij leggen. Maar je mag ze er ook bij houden. We gaan zo weer verder. Dus dan hebben we ze gewoon weer nodig. Vooral het eerste stukje kracht opbouwen, dat is belangrijk. Nou, tip je voet naar voren. Nog 4. 3. Nog 2. Linkerbeen langzaam naar voren. En terug. Je tipt naar voren. Je tipt naar voren. En je neemt je gewicht al iets mee naar voren. Gaat er op een lunge lijken. Nou, let op. Laat je linkerbeen maar staan. Lunge laag en op. Laag en op. Nou, zorg dat je voeten niet in één lijn staan. Want dan ben je wiebelig. Heupbreedte ertussen. Heel mooi. Nou, je knieën, als je op z'n laagst bent, zijn ze ongeveer 90 graden. Knik van 90 graden. En de armen mooi langs je zij. Niet erin, was anders. Er langs. Yes. Nou, dit is ook de bovenbeen, de voorkant bovenbeen. Bil, kuit. En we doen ook deze triple tempo. 3, 2, 1. Nou, duw je rechterknie naar de voor. Gewoon recht naar beneden. En in je linkerhiel duw je recht omhoog. Nog 4 triples. Maar kijk of je die vuisten of die gewichten strak kunt maken. Dus maak die bicep curl. Laatste keer. Stap je voet weer terug. En dan maak je weer die tap naar voren. Even los in die benen. Je voelt toch gelijk dat je iets gedaan hebt, hè? Is lekker toch? Dan doen we het niet voor niks. Nou, langzaam tap je naar voren. Rechts en links. En dan verplaats je je gewicht een beetje mee. Verplaats hem een klein beetje mee. Achterste voet komt op de teen. En dan zet je je rechterbeen naar voren. Lunge laag en op. Laag en op. Nou, je linkervoet staat nu op de tenen. En een stukje van de bal van je voet. En spreid die tenen. En dan gaat die linkerknie weer recht naar beneden. Naar die vloer. En vanuit die rechterhiel duw je weer recht omhoog. Dus dan kom je niet naar voren en naar achter. Maar naar boven en beneden. Triples down. 3, 2, duw recht omhoog. Voel de voorkant bovenbeen. Je kuit en je bil. Die train je hier, hè. Nog 3. Nog 4 triples bedoel ik. Daar komt de laatste 3.
Kom op, span die biceps nog. En de laatste keer. Nou, stap je voet weer terug. En breng onze beurt een knie omhoog. Dat vinden de bilspieren met name lekker, hè? Dit is gewoon even het losgooien van de benen. Nou, of je die gewichten vast hebt of alleen maar vuisten maakt. En je kan je arm zelf krachtig maken. Als ik zeg, laat me je biceps zien, doe je ook niet dit. Dan maak je je arm sterk, toch? Doe je hier ook. Ja, mooi. Nou, we maken de beweging weer wat kleiner. Rol even je schouders. We gaan naar oefening voor je rompspieren. En daarvoor zet je de voeten iets uit elkaar. Je buigt je knieën. Je houdt je heup op dezelfde plek. En je zet de armen alsof je iemand gaat boksen. En dat gaan we ook doen. Maar het gevaar is dat je je rug rond maakt. En je doet je borst naar voren, omhoog en je schouders terug in je rug. Nou, hou je heup laag. En dan onze beurt strek je een arm schuin voor je weg. En je voelt dat je heup mee wil draaien. Maar dan probeer je echt vast en laag te houden. Dus je voelt zware hielen in de grond. Je voelt zwaar die heupen naar beneden en naar achteren. Die schouders weer terug in je rug, die open borst. Of je blijft in dit tempo, of je doet het ietsje sneller. Je mag je af en toe iets indraaien. En als je indraait en je strekt je arm, dan kun je gelijk je triceps een beetje trainen. Dus dan knijp je iets in de triceps. Dat is een cadeautje hoor, dat gaat om de romp, hè. Dus trek je navel in en helemaal naar je rug. Kom op, nog 8. 7. 6. 5. Laatste 4. 3. Nog 2. En ho. Nou, de gewichten mogen weg. En we nemen even de tijd om naar de grond te gaan. Dus als je een plekje hebt om naar de grond te gaan, pak die erbij. En dan beginnen we op onze handen en knieën. We gaan werken aan de rug en aan de schouder. En er is voor iedereen wel een stapje om te doen. Zet je handen recht onder je schouders. Je knieën recht onder je rug. Heb je last van je knieën? Rol dan even je handen op en leg dat zo onder je knieën. Is het ietsje zachter, oké? Ik heb het niet nodig, maar ik wil het wel even laten zien. Ja? Okay. Nou, probeer je romp aan te spannen. Schouders terug in je rug. En dan til je alleen je rechterhand een klein stukje van de grond. Zet hem weer neer. Heb je gevoeld wat er gebeurde in je romp? Nee? Dan til je nu je linkerhand op. Voel je? Zet hem neer. Je romspieren gaan gelijk aan het werk. Dus die gaan we stimuleren. Je brengt je rechterarm naar voren en je linkerbeen naar achter. Je duwt je hand en knie in de grond. Dan werk je aan je rug. Je rechter schouderblad breng je naar je linkerbil. En breng je linkerbil naar je rechter schouderblad. Mooie spanning daar, hè? Nou, zet hem terug en wissel van kant. Is het te veel om allebei te doen, dan doe je of alleen een arm of alleen een been. Hoe dan ook werk je aan je romp. En je zal zien, als je dit vaker doet, dat het ook sterker wordt. Dus geef je rug, je schouders, de tijd om hierin te groeien. Maar ja, spieropbouw betekent actief. Dus het gaat niet van op de bank zitten. Nou, we wisselen nog een keertje. Rechterarm, linkerbeen. Sta maar gewoon naar één punt op de grond. En draai je rechterdij iets omhoog als het lukt. Trek je schouder weer naar je bil. Zet neer en wissel nog één keer. Schouder naar bil en bil naar schouder. Dus we maken een soort kruis op onze rug. Met spieren die we versterken. Nou, hoe mooi voor je houding is dat? Heel mooi. Nou, zet je handen weer terug.
We gaan naar push-ups voor de armen. Je kan twee dingen doen. Je zet je handen iets breder dan je matje. En je kan beginnen met de knieën onder je heup. En als je dan de ellebogen naar buiten brengt en je borst richting het midden van je handen, dan kan je hier doseren. Als dit voor jou genoeg is, volg je je eigen groei door het vaker te doen. Wil je meer, zet je de knieën iets naar achter. Laat de ellebogen naar buiten wijzen. En de borst komt tussen de handen richting de vloer. Heel mooi. Schouderbladen in. Als je sterk bent, mag je altijd op je tenen komen. Dan hou je navel in. Dus probeer eens een plank naar beneden te gaan. Welke optie jij ook neemt, hè? Zijn er nog maar een paar. Laatste vier. Kom op, doen we samen. 3, 2 en 1. Kom er omlaag. Oh, wel lekker. Heel lekker, toch? Zeg maar ja. We gaan verder met de rug. Nou, je mag je langer op de grond gaan liggen. En probeer, als het lukt, je benen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. En als het kan, duw je de hielen tegen elkaar. Dan heb je een hele stabiele basis. Nou, je kruin is lang, dus je kijkt naar je matje. Maar je wil natuurlijk eerst gaan kijken wat we gaan doen. Maar zo meteen kijk je naar je matje. Je kruin is lang en je kin is in. In plaats van dit. Zie je het verschil in mijn nek? Hier is mijn nek helemaal gebogen. En hier is die recht. Dus dat is belangrijk. Ja? Nou, stap 1 is dat je de vingertoppen zo naast je schouders op de grond zet. En naar boven naar achter. Deze kun je doen. Word je wat sterker. Dan breng je de handen in je achterzakken. Ja? Nou, als je uitademt, kom je omhoog. Adem uit en in. Adem uit. Op het eind van de uitademing trek je je navel helemaal in. Soms heb je de neiging om juist je buik in de grond te duwen. Maar probeer als je aan het eind van de uitademing je navel intrekt, dan is het net alsof je je buik weg wil halen van de grond. Hè? Nou, dan pel je als het ware je borst van de grond. Als je hem wegpelt, dan trek je hem ook iets naar voren. Dus pel hem weg en duw hem iets naar voren. Deze beweging. Dus omhoog en iets naar voren wijzen. Voel wat er gebeurt in je rug. Je kunt er altijd voor kiezen om de handen in je achterzakken te doen. En dan glijden ze als het ware over je been. Krachtig voor je rug. Kom op, laatste 8. Je houdt je schouders laag. Dus die hoeven verder niet ergens heen. Ze zijn gewoon weg van je oor. Laatste keer. En hou. Nou, hier vandaag gaan we ons omdraaien. Dus neem de tijd om te draaien. Dan kom je liggen op je rug. Neem de tijd voor. Van hier aan je zij. En dan mag je gewoon lang uit gaan zitten. Met je benen recht naar voren. Je handen zet je achter je billen. En iets breder. Ja? Je ellebogen wijzen naar achter. En niet opzij, goed naar achter. En misschien ook zelfs iets naar elkaar toe. Dus dan voel je daar spanning. Nou, je tenen zijn omhoog. Je duwt je hielen weg alsof je op de grond staat. Dit is voor de triceps. Dus buigen je armen naar achter. En duwen de palm van je hand naar voren. Laag. Duw weg. Dus leun iets naar achter. En duw weg. Dan hou je boven de bovenlichaam zo lang als je kunt. Down, up. En je kunt zelf doseren hoe laag je gaat. Dus misschien is dit in het begin al voldoende voor jou. Maar merk je na de verloop van tijd dat je lager kunt. Pak hem er dan bij, hè? We hebben nog een variant als je denkt, ja, maar dit is voor mij veel te makkelijk. Dan kan je je voeten op de grond zetten. Ik laat het gewoon even zien, want jullie gaan dit vaker doen.
kan je altijd je voeten neerzetten, je billen los van de grond. Dan wordt hij iets zwaarder. Ja? Dus dan hebben jullie voorlopig iets te doen. Laatste acht. Als je omhoog komt, is het belangrijk dat je je armen niet helemaal uitstrekt. Want dan gaan je gewrichten op slot. En dat wil je voorkomen. Laatste vier. Word dan warm in je arm als het goed is. Dat rijmt. Warm in je arm. Laatste keer. Ah, heel goed. Schud even je armen los. Ik weet dat sommige mensen hun knieën een beetje willen buigen. Schud even je armen los. Goed gedaan, toch? We hebben maar mooi voor elkaar. We hebben nog een paar oefeningen te gaan. Waaronder de buikspieren. En de buikspieren doen we als volgt. Als je je benen niet lang kunt houden, dan hou ze dus gebogen. Die optie is aan jou. Ja? Ik kan ze neerleggen, dus ik leg ze neer. Armen zijn voor je borst lang. Niet met een rolrug. Je zit er echt op. Probeer een holling te maken in je onderrug. Dus elke keer als je hier terugkomt, dan strek je je borst op en dan maak je een kleine natuurlijke holling in je rug. Nou, als je uitademt rond je rug, en rol je iets naar achteren. En dan op de inademing kom je naar voren en strek je op. Laag. Maak een ronde rug naar achter. En als je dan naar voren komt, dan strek je weer op. Rol. Misschien bewegen je benen wat mee. Alsof er iemand aan je handen trekt. Misschien helpt het wel als je dat denkt. Stel je voor dat er nu iemand zo aan je handen trekt omhoog. Ah, dank je voor de hulp, zeg je dan. Nou, het kan zomaar gebeuren dat je je knie gebogen nodig hebt, hè? Hoe doe je dat? Het kan ook zijn dat je helemaal laag komt tot de grond. Dat mag ook. En als je dat een keer probeert, helemaal laag tot de grond, dan rol je weer omhoog en dan strek je je rug weer op. Nou, stel maar dat je het een keer probeert, want dat ga je uiteraard doen, en het lukt niet meer om omhoog te komen, dan rol dan op je zij. En vanaf je zij duw je omhoog. Dan kun je opnieuw beginnen. Laatste paar. Kijk maar waar je het meeste voelt in je buik en in je rug. Nou, heel mooi. Nou, dan gaan we ze afrollen. Kom maar naar beneden, kom maar naar beneden. Helemaal laag. We zijn hier. Nou, je mag de handen achter je oor houden. Ook hier heb ik weer een variant. Dus voor de buikspieren. Ja, ik pak even mijn handen erbij, dat is handig voor degenen die het nodig hebben voor hun nek. Je nek is natuurlijk ook een spier. Dus als je crunches gaat doen, buikspieroefeningen, dan heb je de neiging om soms aan je hoofd te trekken. Eigenlijk is het omdat dan de nekspieren niet sterk genoeg zijn. Dus wat je dan kunt doen, is dan pak je de twee punten van je handen. Hou je benen lang en strak. En dan kan je op deze manier ook je hoofd ondersteunen. Of je nek ondersteunen. Anders doe je het gewoon met je handen naast je oor. En je probeert omhoog te komen. Dus in plaats van dat je daarheen wilt, dus naar je tenen kijkend, kijk je eigenlijk recht naar je plafond. Nou, als je zegt, ik vind dit echt te zwaar, zet je gewoon je voeten aan de grond en maak je een crunch. Zoals je misschien gewend bent. En dan kan je weer langs je knieën kijken. Ja? Maar ik laat hem toch zien. Probeer je ellebogen breed te houden. De handen zijn eigenlijk naast je oor. Adem uit. Adem in. Als je uitademt, trek je weer die navel in. Zo doen we alle grote spieren, tikken we gewoon even aan. Jongens, neem elke dag gewoon even de tijd om dit te doen. In ieder geval twee keer per week. Jongens, doe dat. Je maakt mij er niet blij mee. Je maakt je eigen lichaam er heel dankbaar voor. Nou, leg je hoofd neer. Laatste oefening.
Zet je voeten dicht bij je heup, armen zijn langs je lichaam. Dan kantel je je bekken en dan duw je je heup omhoog. Span de billen, duw je heup omhoog. Nou, we komen omhoog en laat los. Dus knijp je de heup en laat los. De billen en de heupen, die knijp je omhoog. Dat werkt ook voor de bovenkant been, voor de voorkant van je bovenbeen. Natuurlijk voor de billen, maar hoe hoger je komt, ook nog voor je rug. Ook hier laat ik wat variatie zien. Je kan deze oefening blijven doen. Als je hier variatie in wil, kun je je voeten samenzetten. Dus zet ze samen. Dan wordt het ietsje intenser voor de binnenkant van je been. Andere variant is wel weer op heupbreedte. Duw je heup omhoog. Strek één been uit. Dij je parallel. En dan kom je op en laag. Dus ik laat jullie een aantal oefeningen zien. Dat als jullie dit vaker doen, dat jullie zelf een beetje kunnen variëren. Yes. Kom op, nog 8. Welke je ook doet. 7. 6. 5. Laatste 4. 3. Nog 2. En ho. Leg je heupen neer. En breng even de knieën naar je toe. Wel dan. Nou, we hebben alles even aangetikt. Echt super. En dat voel je ook wel als je nu die knieën naar je toe trekt, hè? Dat voel je. Nou, blijf even liggen. Dan doe ik even een ander muziekje aan. Nu zullen we nog zo'n actief muziekje. En dan laat je nog steeds lekker die knieën wat naar je toe komen. En misschien draai je een beetje cirkeltjes met je rug over de grond. Als je een beetje cirkeltjes draait, komt je staart een beetje van de grond. Zo trekt aan je onderrug. Nou, maak je lang. Maak je helemaal lang. Of je de armen nou iets schuin hebt of helemaal recht boven je hoofd, dat maakt niet uit. Punt je tenen van je weg. Stel je voor dat je op je tenen staat en iets van de bovenkant van het keukenkastje af wil pakken. Ook helemaal in je romp voel je de lengte, je benen, in je heupen, je oksels en je ellebogen. Heel mooi. Nou, zet je voeten aan de grond. Maak één been lang. Je pakt hem op je dij. Bij je kruis. Op de hamstring. Zo belangrijk. Nou, zullen we hem even losschudden? En dan zet je hem weer. Wissel maar van kant. Kijk waar je hem vast kunt pakken. Als je nou wat voelt, dan is het al goed, hè? Achterkant been. Om je been te pakken en omhoog te rollen. Of misschien rol je liever via je zij. Hoe dan ook, we zitten. Ja? Dan breng je de knieën naar één kant. Pak je de hak naar je bil. Dus voor de voorkant been hebben we een aantal dingen mee gedaan. Dan draai je naar de andere kant. Zorg dat daar de dij wordt oprecht. Nou, kom maar naar een kleermaker zit. En als het niet lekker zit, zet je je been gewoon recht vooruit. Dat maakt allemaal niet uit. En dan maak je je rug rond. Dus de handen in elkaar. Je mag de rug rond maken. Of wat je ook kan doen. Als je de armen niet voor je wil doen. Dan geef je jezelf gewoon een grote omhelzing. En dan krijg je een beetje helemaal naar binnen. Dus je maakt je rug helemaal rond.
omhoog, maak je groot. Dan ook met de handen achter je. Of met de handen breed. Heel mooi. Nou, zet één hand naast je. De andere arm strek je zijwaarts op. Niet hoger dan je schouder, ietsje lager. En dan strek je daar je oor van je schouder weg. En kijk of je je neus naar voren wilt houden. Of misschien iets naar beneden. Voel je rekking over je schouderkop en nek. Nou, wissel van kant. Strek je arm. Oor naar je andere schouder. En voel even waar je de strekking voelt. En kijk of het verandert als je je neus iets naar beneden haalt. Schouders. Jongens, we zijn good to go. Een groot applaus voor jezelf. En voor misschien iedereen die meedoet, maar je niet ziet. Ook voor hen geef je een applaus, want we doen het maar wel allemaal. Alles om je lichaam gezond te houden. En vergeet niet eiwitrijk te eten. Hè. Dat is ook een hele toegevoegde waarde om je spieren goed stevig te houden. Jongens, doei!